ik ben op dit moment in de auto van 120 per uur aan het rijden. Ik heb ooit, als ik deze auto, dus ben op weg naar Nederland, een rit van 200 km per uur. Nee, krak, knip. Oké, bij deze ben ik onderweg met de auto naar Nederland, een rit van 200 km. Ik heb van één iets spijt als ik deze auto samengesteld heb en gekocht heb, is dat ik niet de grote navigatie heb. Want ik heb de kleinere, de business pack was dat toen destijds, maar je hebt zo'n grotere navigatie en bij die grotere heb je veel meer connectiviteit. Ik kan wel bellen bijvoorbeeld, maar om de een of andere reden kan ik via mijn telefoon niet naar mijn podcast luisteren. Nee, niet is niet waar. Heel soms lukt het wel, heel soms lukt het niet. Dus ik weet eigenlijk niet of ik de optie wel of niet heb, maar soms werkt het, maar meestal werkt het niet. Dus gebruik ik daar die Ultimate Wonderboom in de plaats om mijn muziek te beluisteren of podcast. Ik ga nieuwe wielen ophalen voor mijn R1200 GS. De gietwielen die standaard komen bij de meeste, eigenlijk alles behalve de Triple Black, de Rally en de Adventure. Al de andere. Dat zijn one hits. Dan heb ik die ook. Ik heb eigenlijk gewoon nieuwe banden nodig, maar er zitten dus nieuwe banden op. En dus, eigenlijk als ik die set koop met die banden erop, ik trek daar de prijs af van de banden, dan koop ik die eigenlijk voor, plus dan de prijs van de schijf die erop rijden, dan koop ik eigenlijk die twee wielen voor minder dan de prijs van één wiel. Daar komt het op neer. Dus een deal dat ik niet kan laten schieten. Maar, dus binnenkort weer. Dan brengen wij dat in zo'n stereobuisje. Ik heb net stoofjes gegeten, dus als mijn tanden zitten, ben ik de derde kant van die magische kopjes. De politie en amateur Spotify DJ, Stefan de Beek, software engineer en techniek, Demi van de Wijver, weetjesverzamelaar en gadget dealer. Ik ben Maarten Hendricks en dit is een tussenaflevering van Tech 45. Time to change the bedding. These birds are a threat to our way of life. Tech 45, een van mijn favoriete podcasts. Zeker een keer luisteren als we even de vakantie afbreken en een keer over technologie hebben, want we hebben iets aan te kondigen. We bestaan, dat weten jullie waarschijnlijk, bijna 10 jaar in september, om precies te zijn. JBL's live coach gekocht en ja, dat is een gewoon solide. Ondertussen zit ik een uur en drie kwartier in de auto. En sinds Antwerpen eigenlijk is het al de hele tijd vrij druk op de baan. Ik heb een stukje waar er werken komt met 50 rijden. Hier kan ik ook maar 100 rijden. Maar op zich is het wel nog maar 52 kilometer naar mijn eindbestemming. Dus dat is wel veelbelovend. En ook handig is dat van die 52 kilometer dat er nog 41 kilometer op de snelweg is. Deze snelweg zelf. Dus het is heel vlot bereikbaar. Ja, ik moet er maar één keer naartoe natuurlijk. Misschien moet ik straks wel kijken voor een koffie. Daar is op de terugweg. Starbucks. Ja, dat ga ik doen. We zijn in elk geval in Nederland. Over minder dan 10 kilometer moet ik eraf en dan ben ik er. We zijn zo goed als op de bestemming. Nu,
200 kilometer enkel rijden om een set wielen op te halen. Je zou kunnen denken dat ik zot ben. Maar het is een goede prijs. En wij wonen afgelegen voor ons naar Antwerpen. Eigenlijk ben ik niet zo heel ver van Antwerpen hoor, maar naar Antwerpen is al meer dan 100 kilometer rijden voor mij. Waar dat wij wonen, we wonen gewoon echt afgelegen. Leuven is ook 100 kilometer. Gent is 50 kilometer van ons, naar mijn ouders is meer dan 50 kilometer. Wat 50? Zo 90 kilometer naar mijn ouders ongeveer. Dus ja, altijd als ik ergens naartoe wil, moet ik gewoon een stukje rijden. Dat hoort er nu helemaal bij. Dat gaat nog een probleem worden als ze rekeningrijd ooit invoeren, want echt voor alles moet ik gewoon ver rijden. Ik zie dat ik mijn afslag niet mis. Ik zal subiet de wielen ook in de kop halen, dat ook een keer filmen. Waar dat ik absoluut geen spijt van heb van de opties van deze auto is de automaat. En dat is super gemakkelijk om te rijden in de file en dergelijke meer. Of in zo'n geval als je ergens aan het rijden bent en je weet niet goed waar je moet zijn. Perfect, je kunt er veel beter op de weg letten. Ik denk trouwens dat ik daar ergens moet zijn. Maar nee, het is de wijk verder, daar in die wijk moet ik zijn. Maar ik was aan het zeggen, ja oké, plus die automaat. Maakt ook dat het is een 8 of 7 trapsautomaat, 8 denk ik. Dus dat maakt dat die auto relatief zuinig rijdt. Plus het is ook een 4x4 of X-Drive, hoe dat ze dat noemen bij BMW. En dat maakt dat ik oude vast, ik kan met de banden die erop zitten. Het zijn Michelin banden of zo denk ik. Ik heb elke keer al de banden, dezelfde type banden erop gelegd als dat er af fabriek op lagen. Bij gebrek aan inspiratie. Maar die banden gaan 100.000 kilometer mee, echt geen zever. 100.000 kilometer. Dus ik heb nu met die auto 245.000 kilometer. Ik heb nog maar mijn 30 set banden er juist opgelegd. En die gaan nog 50, die zijn nog maar half weg. Een berg gehaald. Denk vers gehaald, denk die automaat. Het was juist kermis in het dorp. Ik denk dat ze die automaat juist gevuld hadden. Ik ga die ook maar meenemen. Ja, en mijn telefoon. Ik heb net mijn licht aan het verliezen. Ik zal denk ik, ik zal ze biedt proberen ergens te stoppen om nog een stukje om de wielen nog even te filmen. Ze liggen in de koffer nu, je kunt dat niet zien. Maar we zijn het licht aan het verliezen, het is ook al 9:30 ondertussen zelf. Dus zoals je ziet, het is hier echt vlak bij de snelweg, super gemakkelijk bereikbaar. Het was ook een super vriendelijke gast, kerel. Het was eigenlijk een jongen, ik had een ouder, ik weet niet waarom, maar om de een of andere reden had ik een iets oudere man verwacht. Maar het was een jonge gast, super vriendelijk, ja, ik weet niet, maar... chapeau voor die gast dat hij dat kan, zo vriendelijk zijn tegen totaal onbekende mensen. Was altijd, ik vind dat een beetje ongemakkelijk, zo'n sociaal contact, juist voor die verkoop af te handelen. Ik had dan ook nog te weinig geld bij, bleek. Niet expres, dat was gewoon... ja, dat was echt per ongeluk. Ik had, als ik het geld afhaalde, had ik in gedachten... ik had een bepaald bedrag onthouden, ik heb dat bedrag afgehaald. En ik wou toen aan de automaat nog kijken, controleren of dat wel het correcte bedrag was. Maar het zoekertje was al weggehaald, dus ik kon het eigenlijk niet meer zien. Dus ben ervan uitgegaan dat het juiste bedrag was. Bleek toch dat ik er een paar euro's, tientallen euro's naast had. Maar hij nam het heel positief op. Ik heb mij ook geëxcuseerd. Ik kon het ook niet gaan afvallen, want ik zit aan mijn limiet voor het af te halen bedrag. Ja, en hij heeft ze mij gewoon meegegeven voor die prijs. Dat vond ik een beetje vervelend, maar echt een vrij vriendelijke gast. Chapeau voor zo mensen die tegen wildvreemden zo vriendelijk kunnen zijn. Ik denk, ja, bij mij zie je dat gewoon als het mij wel of niet aanstaat. Ik ben ook niet iemand die erop contact zoekt met iemand anders. En vriendelijk is tegen wildvreemden. Maar kijk, er bestaan ook andere mensen, gelukkig.
Ik ga nu terug de snelweg op en dan ben ik weer over twee kleine uurtjes ben ik weer thuis. Het zou moeten vlot gaan. You have to try to solve each one. Start you out with easy challenges and you work your way up to the harder stuff. It's designed for colleges and high schools to get students to learn how to do security and hacking. And we started dating and she's, you know, continued to play CTFs with the team. And yeah, and then we got married a year ago. So that's exciting. Oké. Veel licht is er niet, maar dus die schijven kosten origineel meer dan €200. Ze zijn nieuw. De velgen zijn ook super duur. Er zitten sensors in. En ze zijn in ik weet niet hoe je staat. Enigjes. De banden, Scorpion Trail 2. Heb ik ook op de huidige velgen liggen. Super content van. De spacer zit erin, de laars zit in het wiel. Ja, het is gewoon compleet. De juiste bouten, dat is al €50 voor die bouten. Daar zie je de sensor.